welkom op ons YouTube-kanaal. Abonneer en druk even op het belletje. Okidokie. Doei. Blauwe duimpjes. En abonneren. Doei. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Meijers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee vandaag. Nou, ik zit nog in mijn pyjama. Ja goed, het is tweede Pinksterdag. Heerlijk, daar is Linda. Goedemorgen. Goedemorgen Linda. Goedemorgen. En daar komt de kat. En Daan ligt nog heerlijk nog in bed. Het is 9:30. Ja. Gisteren viel het onder ontbijt. Ja. Laat ons verrassen. Of ik vandaag ook nog onder een bijt of een leuk brunch voor. Ik zou het niet weten, maar maak het voor de rest niet zo heel erg. Morgen moet een mannetje weer vroeg op, dus ja. Wat hij uitgeslapen, laat hem lekker liggen. Ja. Ligt hij tot 11:30, laat hem lekker slapen. Wat net zei. Wacht geduldig. Ja, dus in ieder geval, ik zou zeggen, heel veel kijkplezier vandaag. Ja. Oh, Walter, geniet van de beelden. Laat je even zien wat ik vanmorgen nog gedaan heb. Ja, geniet van de beelden wat we gaan maken. Ja, ik heb een klein beetje aan mijn stem, maar... Dat komt wel een hoop van de dag wel weer goed. Kijk, Linda was aan het puzzelen. Ze had deze puzzel. En wat is het nou? Tada! De puzzel heeft ze afgemaakt. Dus ja goed. Ze is ermee bezig geweest. Al een tijdje. Maar ja goed, ze doet het lekker op haar eigen manier. Hè Linda? Hoewel ik deze puzzel makkelijker vond in verband met kleuren. Ik heb nog een puzzel toegekocht met smileys. Maar ik denk dat ik die even laat liggen. Dat is hele moeite. Maar er staan nog genoeg puzzels op de kant. Ja, daar ga ik ook weer aan beginnen. Ja, dus ja goed. In ieder geval, dat is dat. Ik wou langzaam ook tafel gaan dekken. Want ja goed. We hebben een vlog van ons opstaan. Ja. We vinden het toch altijd leuk om terug te kijken, Linda. Ja, het is echt dat meen ook. We zijn tweede Pinksterdag, maandag. Ja. We gaan straks op bezoek. En voor de rest, ja, blijf gezellig meekijken. We laten jullie een beetje verrassen vandaag. Goed. Ja? Dus in ieder geval, ik ga eerst even tafel dekken en dan. En dat soort dingen. En dan. En geniet van het mooie weer. We moeten ook vandaag beloven een mooie dag te worden. Top. Oh. Ja. Ach ja, wij houden er wat toppie, jeppie, jee. Wat kan ons het toch schelen? Doe Ach, wat ja. jullie willen. Dus ja, goed, in ieder geval, ik ga even tafel dekken, dat even opruimen en dat soort dingen allemaal. Ja, ik ga wel even aan. En dan gaan we beginnen met de ontbijt. Yes. En we zitten nog op eind mei. Morgen moet dan weer naar school, wij bewerken. Dan is het met de nationale feestdagen gedaan tot de kerst. Ja. Maar er staat nog vakantie voor de deur en het is nog even, maar het is nou allemaal zo gepiep. En dan hebben de kinderen bijna 6 weken dadelijk vakantie. Maar het is nog even, maar open zodat. Dus ja, blijf genieten en kijk naar de leuke beelden, mooie beelden. Ja. We proberen leuke vlogs te blijven maken. Ja, sommige vlogs zijn wat saai. Wat minder. Hebben jullie misschien niet op bord? Dat spoelen we door. Dat kan, dat mag. Ieder zijn eigen ding. Maar dan komen daar ook weer leuke vlogs aan. En dan denk je, wacht eens even. Die kijk je misschien nog 20 keer terug. Dat kan. Wie weet. Maar blijf gezellig kijken. Spoel dus... door wat jullie niet leuk vinden. Vinden jullie mijn geklept niet leuk? Spoel door. Vinden jullie je trainer vandaan te lopen op de wedstrijd? Spoel door. Nee, man. Vinden jullie het koken van Walter te lang? Dat jullie hebben zoiets voor Linda! Nee, even alle gekheid op een stokje. Ja, blijf kijken. We doen ons best met wat Geniet van de beelden in ieder geval. Ja, geniet van de beelden. De ene vlog is de andere niet. En de ene dag is ook de andere dag niet. Dus ja, blijf kijken. Yes, dus in ieder geval. Wij gaan naar de ontbijttafel zo vaak mogelijk. We gaan aan de slag. Dus we zien jullie dadelijk weer. Yippie. Zo, de oven is warm. Laten we het daarop houden. Niet mijn handen hier boven doen, hè, want dat is wel heet. Heet, heet. Wat heet. Hè? Zo. Het past allemaal. Nou, die broodjes zitten erin. Opstart en dan 9 minuutjes. En dan
ga ik deze ook nog maken. Dan leggen we die even alvast hier neer. En dan kijk ik dadelijk wel hoe lang die nog moet. Dus in ieder geval, ja, we hebben heerlijk koffie gedronken. Dat hebben we als eerste gedaan. En Linda heeft voor zover de tafel gedekt. Dus in ieder geval, dat wachten we even mee, hè? Ja, en dan de telefoon aan het updaten. Ja goed, dat moet regelmatig. Dus, ja, dus dan ben ik even in de gaten. Dus in ieder geval, ja goed, dadelijk doen we de rest even erop. Ja, en dan maar dat is gaan we heerlijk. Maar dan doen we dadelijk pas. Als ja, daarom. Dat komt wel goed, hè? Jippie. Oh. Jullie weten wat we bedoelen, hè? Zo, de tafel laten we even voor wat het is. En ik zal even hier het bord neerzetten. Hopla. Ja, normaal moet ik zo'n handschoen hebben eigenlijk. Maar ja, goed. Op deze manier kan het ook. Hopla. Nou, oeh, dat is heet. Nou, dan gaan we dat even voorverwarmen. Deze. Even kijken hoe lang dat moet. Oké. Okay. Dan is hij zo klaar. Dus in ieder geval, deze broodjes zijn al klaar. Dus dan is dat ook weer helemaal klaar. Dus daar wachten we even op en dan, ja, dan gaan we dadelijk heerlijk ontbijten. Nou, de oven heeft gepiept. Pas op, Linda. Ja, Linda is erbij komen te staan. Nou, doe het klepje maar dicht. Start. En lopen. En go. Nou, Daan ligt nog altijd heerlijk boven. Dan hebben we in ieder geval dat klaar. Ik ga even de rest even op tafel zetten. Dan is het in ieder geval helemaal klaar. Jippie. Zo, nu hoorde ik het broodje piepen. Dus. Hopla. Feeling hot, hot, hot. Zo, zijn de broodjes in ieder geval al klaar. En als Daan dan komt, dan zijn ze wat afgekoeld. Dus in ieder geval, de tafel is helemaal compleet. Het ontbijt staat klaar en dan gaan we dadelijk heerlijk lekker genieten als Daan uitgeslapen is. Jippie! Zo, Daan is ook weer wakker. Hij heeft heerlijk geslapen, dus in ieder geval, we gaan heerlijk lekker ontbijten. Ja. Lekker genieten van onze heerlijke ontbijt nogmaals. En dan, ja, gaan we daar, jullie weten het wel, dus jippie! Zo, we zijn weer even een tijdje verder en we hebben heerlijk geontbeten. Daan is daar een computerspel aan het doen. En ik ga dat even opruimen. En dan hebben we de boel opgeruimd en daarna kunnen we ons naar boven gaan verzorgen en gaan aankleden. Dus in ieder geval, dat gaan we eerst even doen. En dan zien jullie ons dadelijk weer. Zo, we zijn weer even een tijdje verder en kijk, de tafel is weer afgeruimd en weer schoongemaakt. En de aanrecht hebben we ook weer helemaal mooi opgeruimd, alles ligt in de vaat en dat soort dingen allemaal. Dus ja goed, de puzzel is klaar, moet daar nog kijken. En ik was van plan om naar boven toe te gaan, om me te gaan verzorgen, aankleden, want ik had de rol al open gedaan. En ja goed, dan kan het ook weer heerlijk luchten. Dus in ieder geval, dat is even voor nu. Ik ga maar even dat doen en dan spreken we ons zo meteen wel weer. Zo, ik heb me verzorgd en ik heb me aangekleed. En ik sta hier bij de was, daar ga ik zo aan beginnen. Gaan we afhalen. Linda is zich ook bijna klaar. Of Linda is bijna klaar. Ik heb hier het bed opgemaakt en hier ook het bed opgemaakt. En ja goed, dat is voor het neefje. Dat zijn allemaal Disney boeken. Ja goed, die hadden wij toen een keer gekregen van iemand. Ook van een familie van Linda's kant, zal ik zeggen. Of gewoon familie.
Ja goed, die deden dat weg, dus mochten wij dat hebben. Maar ja, het lag al zo lang, lag het al in de kast. En dan keek er niet naar om, dus dan hebben we zoiets van, is misschien leuk voor het neefje. Dan kan hij daar ook aan lezen. Dus in ieder geval, ik ga beginnen met strijken en dan de rest even alles opruimen en dat soort dingen. Dan is dat in ieder geval al klaar. En dan gaan we heerlijk genieten. Oh nee, daar waren we al mee bezig. Zo, ik ben wel even een tijdje verder en kijk, de hele was is weg. Het enige is hier nog. Ik heb de rest allemaal opgeruimd. Hier heb ik alles opgeruimd en hier ook. Heb ik nou in de kast gezet. En dan ga ik deze boeken even meenemen en de tafelkleed en die dingen even opruimen dadelijk. Want dit gaat dadelijk mee. Oeh, best wel zwaar. Ja! Ja! Spelletje aan het doen. Victory! Ik ben eerste! Yes! Nou, dus in ieder geval, dat is dat. Ah, en daar is de nieuwe puzzel begonnen. En wat heb je van puzzel? Ook allemaal ja, met katten. Dus ja, goed, in ieder geval, dat is dat. En dan gaan we heel even weer verder. Dan een spelletje aan het doen. Ja, goed, dus we gaan heel even nog verder. En dan, dan gaan we dadelijk weer even. Yes, waar naartoe dat tel ik straks wel. Ik ben weer dezelfde team weer gesnapt. Juppie. Zo, we zijn weer even een tijdje verder. Wij zijn van plan om weg te gaan, alleen dat moet zo afsluiten. Dus in ieder geval, wij gaan even naar familie toe. Van, even naar de zus en zwager en de neefje gaan we even op bezoek. En dat vinden ze ook wel hartstikke leuk, ook om dat ze Daan ook weer zien en dat soort dingen allemaal. Dus, Linda. Ja. Dus in ieder geval, wij gaan naar de auto toe en dan gaan we naar familie. Zo, wij zitten weer in de auto. En dit is wat ik zei, daar gaan we even op bezoek. En dat vinden ze ook weer hartstikke leuk nogmaals. Dus in ieder geval, daar gaan we even naartoe. En dan zien we straks wel waar we nog verder naartoe gaan. Yes, dus in ieder geval, tot wat later. Yippie. Yippie. Oh, ik heb Linda even thuis afgezet. Dus we waren even thuis, was heel gezellig bij de familie. Hè? We hebben wat gedronken, wat gekletst en zo. En een koekje gegeten. Dus in ieder geval, Linda blijft thuis. Ik ga nog even met Daan nog even op pad. En dan zien jullie ongeveer wel waar we naartoe gaan. Dus in ieder geval, tot later. Ik ben met Daan hier. Dat is een parkeerplaats. De beroemde parkeerplaats waar we regelmatig komen. Hè? Daan heeft de bal. Of af en toe als we hier komen. Het is wel weer leuk om weer hier te zijn. Dus je bent even, in ieder geval in een andere omgeving. Laten we het daarop stellen. En sowieso is het, zoals jullie zien, is het druk hier. En daar. Waar zijn we? Tada! We zijn bij Landal Hoek Vaals. Linda wou niet mee, die wou lekker thuis blijven. Dus ja goed, dat is dan wel weer leuk. Ja. En dan heb ik gezegd, kom, dan ga ik even met Daan hierheen. Hè, Daan? Ja. Oké. En het is nog wel vrij druk, moet ik zeggen, voor de tweede Pinksterdag. Oh, ze gaan volgens mij een partijtje daar spelen. Ja. Ga je daar ook kijken of je eventueel mee kan doen? Ja. Hè? Dus, ja goed, hier is de speeltuin. Krijg de bal mee. ja goed, dan zijn we blij. Daar gaat kijken of hij daar mee mag doen. Is dat wel leuk. Ja, gezellig. Kijk. En dan rijden autootjes. Oh, kijk. Ja, dus, kijk, hier zijn huisjes. Ja, ik had je even hier gemiddeld, sorry. Nou, kijk, Daan doet, gaat meedoen. Kijk. En hier een partijtje doen. Leuk. Gezellig. Gezellig dat we hier zijn bij Landal Hoek Vaals. Ik zal de camera even omdraaien. Yippie.
1, 2. Oh, dat ging over. Iets hoger dan. Ja, die. Toen kwam de bal naar jullie. Daar gaat hij, hoor. Ah, oh, jammer. En nou wat dan dit doen? Even gevoetbald op het tennisveld. Ha, Daan. Was leuk, hè? Ja. Dus ja, goed, hij gaat de schoen. Ja, in de auto. Dus we hebben even hier wat gedaan, even overheen geschoten en gegooid en zo. Dus, ik heb gewonnen. Ja, Daan heeft gewonnen. Hè? Dus we gaan nu richting auto en dan. Kijk eens. Zitten in de kooi. Ja, zo ziet het hier eruit. Normaal komen we hier niet gauw op het tennisveld, dus is wel een keer leuk. Ja, als we de volgende keer komen, dan met tennis. Ja, neem het tennisracket mee. Huh? Alright. Ja. Wij gaan dit verlaten. We laten het achter ons. En Daan heeft nog een kleine bal gevonden, dus ja goed. Heeft hij geluk? Ja, Daan. Ja. Mooie kleine bal. Vier ballen. Ja. Dus ja, in ieder geval, we gaan het park gaan we verlaten. En ja goed, even aan de kant. Want volgens mij is het nou ook in- en uitrijden vandaag. Want het is tweede Pinksterdag en ja goed, het was toch nog druk moet ik zeggen. Dus, en er zaten een hoop mensen op het terras daar. Ja goed. En de beroemde huisjes. En dan. Dus in ieder geval, wij gaan die kant. Richting het. Richting de auto. Nee, ik heb al een bal. Huh? Nou, we even leuk kunnen spelen hier. En dat soort dingen allemaal. We zijn er kom daan. Jippie. Nou, tot zo in de auto. Zo, wij zitten weer in de auto. Dus in ieder geval, was we even leuk. En ja, ik moet de riem om doen. Dus Daan heeft even lekker kunnen spelen. En leuk kunnen spelen. En ja goed, wij hebben. Heb ik dan ook even een beetje mee gedaan, zo weet je. Dus in ieder geval, wij zitten in de auto. En we gaan op naar. Oké, tot later. Zo, zoals jullie zien zijn we thuis aangekomen en het was heel erg leuk. Ja, Linda is hier met de puzzel, heeft al de randjes, hè? Ja, ja. Ja, dus en ik ga boven mijn schoenen even uitdoen en dan wouden we langzaam eten gaan maken. Nee, deze reis geen frieten. Wat we gaan eten, dat zien jullie zo wel weer. Ja, dus ik ga even mijn schoenen uitdoen. Zo, ik heb mijn schoenen uitgedaan en mijn crocs aangedaan. En dan zal ik eens even gaan kijken. Want het was heel erg leuk, maar ondanks dat het dan druk was, was het wel gezellig. Zo, ik heb het eten gepakt. Als eerst wil ik dit laten zien. Het zijn sausjes. Wat eten we? Tadaa! We eten gebakken aardappeltjes. Met een varkenshaasje. We eten echte wortelen erbij, broccoli en champignons. Zie je?
Dat eten wij. Dus ik ga in ieder geval eerst even beginnen met schillen en de varkenshaas in de pan te bakken. Dan hebben we dat in ieder geval alvast klaar. En dan kan dat ook rustig zijn gang gaan, want dat heeft zeker een half uur voor mijn gevoel wel nodig. Dus daar ga ik eerst even mee aan de slag. Eerst even dat. Nou, weet je wat er nog niet in gaat? Zullen we die broccoli morgen? Oh, ik heb nou gezegd dat... Ja, wacht maar, ik maak het wel. Ja, toch? Ja. En ja, dan kan ik dat eerst even maken. Daar. Ik heb mijn handen al gewassen, dus toen ik hier binnenkwam. Ja, goed, het was wel hartstikke gezellig in Landal-Hoogvaals. Alleen... Er waren heel veel Duitsers. Waarschijnlijk hebben die Duitsers nou vakantie. Deze periode. Of deze week, ik weet het niet precies, maar Pinksteren. Want in Duitsland en België ligt dat weer anders dan hier in Nederland. Dus, maar ja, goed. Dat maakt voor de rest niet zo heel veel uit. Dus, ja. En zo gaan we dan eerlijk beginnen met eten maken. Ja! Joppie, joppie, joppie. Nou, dan kan Linda mij gelijk helpen. Ja, en ik ga even muziek opzetten, dat kan hè. Nee, dat zou ik maar niet doen, want dan krijg ik weer een melding. Ja, voor de kijkers, dan moet ik weer gaan editen. Dan moet ik wel andere muziek erop gooien. En dat lijkt me niet zo handig. Kijk eens. Dat even omspoelen. Dat lijkt me inderdaad niet zo handig. Kijk, in mijn bakje even omspoelen. Dus, ja, kijk, kijkers. Kijkers zijn nieuwsgierig wat je aan het doen bent. Nou, ik ga eerst even de broccoli even schillen. En de tussentijd doe ik dan. Wacht even. Nou, ik ben op het vlees ook aan het letten. En ik ga zo even broccoli ook even schillen. Zijn we nog met z'n tweetjes? Ja. Gezellig. Kan je die eraf wel? Linda. Wacht even, ik ga even die bak pakken. Moment. Zo, dat gaan hier de rotsen van ons allebei erin. Ja. In de tussentijd hou ik dit ook even in de hand. Ja, die ook even bedragen. Ja, want die doe ik apart bakken. Nee, oh, pak eens een bochtje. Pak eens een bochtje, Linda. Kan gebeuren. Terwijl hier de kampioen staan. Hopla, het is het is het hekje staan. Eerst doe ik hem aanbakken. De broccoli wil ik zeggen. Ja. Dus dan ik doe eerst het vlees even goed aanbakken en dan laat ik hem even rustig zijn gang gaan. Ja. En dan kan ik dan de broccoli erin doen. Nou, een keertje omdraaien. Zo, pak even een pannetje. Pannetje. Huh? Hopla. Voor alle gemakken voorzien, hè? Gezellig zo, hè? Hey. Ja. Ja. Nou, het vlees heb ik nog even wat zachter gezet. Dus dan kan dat goed...
doorbakken. Ja, heel belangrijk. Staan we in de kamer een gamer? Ja. Zo, zet ik die ook gelijk op. Hopla. Ja. Alleen ik zal die echte wortelen. Ja, die heb ik gedaan, want die eet geen broccoli. Nee, dat snap ik. Dan moeten we alleen even kijken met saus. Dan komen we een pannetje te kort, maar dan kunnen ah, ja. We... Hij moet leren eten te pot gaan. Maar broccoli lukt hij echt niet in appetit. Maak hem lekker echtjes erbij. Ja, en ik ben er eerlijk in. Ik had vroeger dat ook niet. Broccoli, bloemkool, dat had ik dan ook niet. Maar ik ben het wel leren gaan eten. Ik ben het wel leren gaan eten. Dus, maar dat komt dan wel. Mathieu. Ja, daarom. Dat komt wel. Ja. Ik was net van boven het luisteren. Waarschijnlijk mag het niet... Nee, want ik krijg iedere keer een melding. Dan moeten we zelf maar zingen. Zing een liedje voor mij alleen. Oh, sorry. Ja. Zing een liedje voor mij alleen. Wil je opletten dat je niet in je vingers snijdt? Want voor mij ben je nummer 1. Zing een lied met een lach en een traan. In je stem klinkt de hele dag. Oh, oh, Johnny. Nou, ga je nog verder schillen? Maar zullen we dat even hier zetten? Dat is eigenlijk zo, hè? Jawel. We doen alles tegelijk. Hè? Ja. Nou, we gaan nu even verder schillen en dan zien jullie dadelijk de rest. Jippie! Zo, kijk eens, de champignons zijn geschild en zo ziet het tot nu toe even eruit. Kijk eens, de varkentaasje, de bloemkool. Yeah right, bloemkool. Groene bloemkool is ook man, lekker! De broccoli. Dus ik moet wel even de deksel daarop doen. Nou, dat zetten we laag. En hier ga ik de aardappeltjes in bakken. En hier zijn de echte wortelen, dus we kunnen heerlijk lekker smullen, smukkelen en... Jullie weten wat ik bedoel. Smullen en smikkelen, dat wou ik zeggen. En dit ruimen we dadelijk wel even op. Ja. Zet even hier neer, hopla. Klaar. Voilà. Heel appetit. Oei oei. Miss you. Zo, wat doen we dat? Even de schaar. En dat even weg. Maar dat doen we dan later. Een schaar. Ik neem jullie gewoon overal mee hoor. En wat zei ik? Geen frieten. Ja, en gisteren waren we bij het voetbalveld. Het schijnt dat Groene Ster zich in de derde periode tweede zijn geworden. Want de eerste die had al een periode kampioen al gehad. En dan gaat het automatisch naar de nummer 2. Ja goed, en dan was het toevallig een Groene Ster. En ja, dan is nog van de week, door de weekse wedstrijd is dan voor het eerste hier. Thuis.
dus doe ik dit even. En dan is er dus kinderen gevraagd die dan mee wouden lopen. Dus ja goed, even afwachten de reactie. Maar dat is van de week, dat zien jullie dan van de week wel weer. Dus even het open knippen. Heerlijk. Daar ben je een hele groep vandaan even op te geven. Oh, hoor ik net de hele groep vandaan. En dan wist het nog niet. Dus, maar ja goed. Met zoiets moet je altijd heel snel zijn. Dus, zo. Dat ruimen we later even op. Pakken we even een pollepel daarvoor. Zo. Wel laten staan, hè, de boel. En dan zijn dat aardappeltjes. Nou. En is dit goed? Dan kan ik gedeeltelijk van de kampioenschap bij doen. Ja. Moet ik alleen dadelijk kijken even met een pannetje. Kijk, en dan kan ik het zo laten zien. Nou, dit zijn de aardappeltjes. Oh, dan gaan we die even eruit. Hopla. En dan kan dit. En daar is de kat. Pakken we heel even nog een pollepel. Voor de verse champignons. Gewoon zo een paar. Wat jullie zien. Zo. En zo doe ik dat dan. Bakken de champignons. Nou, de broccoli is een koken. Dus ik ga nog heel even verder. En dan kan Linda ook even dadelijk even helpen als ze wilt. En anders doen we alles voor ons gemak. Yes. Okidoki. En tot later. Yeah. Zo, ik heb even de deur heb ik even open gedaan, want het was een beetje heet. Dus ik ga in ieder geval even de groenten afgieten. Want die pannetjes heb ik even nodig. Ja, ik spoel ze wel om hoor. Kijk. Ah. Want dan kan ik die sausjes namelijk maken. Dus, in het begin had ik zoiets van, hoe moeten we dat doen, maar heel eenvoudig. Dus, nou, ga ik even het pannetje even omspoelen. En dan hier even aluminiumfolie even overheen doen. Dan blijft het nog warm. Zo, dat is één. Maar alle drie de matjes even op tafel. Ja, die kan laag. De maat is dat. Waar ligt die? Maat even moet dan onder. Ja, ik heb hem. Normaal zeggen ze 250, maar ik doe gewoon 200. Ja. En dan doe ik dadelijk dat. Dan ga ik eerst eens de saus voor de broccoli maken. Het tapannetje kan wel dan zo warm worden. Even de krabben pakken. Ja, die heb ik wel dadelijk nodig. Je kan even, als je wilt, die groente moet nog een lepel bij. Ja, wij praten ook gewoon met elkaar. Die groente mag je alvast op tafel zetten. Met een lepel erbovenop. Is dat al klaar, het eten bijna? Het eten is klaar. Ik ben nog die saus aan het maken. Ik moet dadelijk alleen nog even de champignonsaus nog maken. Dus ja goed, en dan is het eten bijna klaar. Kijk, dat zijn de gebakken aardappeltjes. Het vlees heb ik even door midden gesneden om even te kijken of het goed was. Maar het was
perfect. Ja goed, ik heb ze nog even zo, dat ze dan door kunnen bakken. Dat is dan wel heerlijk. Dat laten zien, hè. Zo. Ja goed, en de broccoli is ook al eigenlijk zover klaar. Dus daarom ben ik nog met de saus. En dat heeft intussen de tafel gedekt. Ja, ik heb even een klein staafje nodig, maar ik weet niet met het gaan. Dus ja goed, in ieder geval ben ik heerlijk aan het koken. En dat heeft net even geholpen met de voorbereiding. Dat is allemaal prima, kijk. En zo zien de champignons er ook uit. Met een lekker stukje vlees. Dus, dan kunnen we heerlijk smikkelen en smullen. Mm. Want dit komt dadelijk op de bord. En de broccoli kan in de pan blijven. En dan doe ik dat dadelijk hier bij die broccoli. En dan kan ik die saus nog maken. En dan is dat wel weer fijn. Dat we heerlijk kunnen eten. Nou, ik ga jullie even verder. Nou, de broccoli is klaar. En de saus is ook bijna klaar. Dus dan gaan we het even afgieten. Nou, ik kan het even hier opleggen. En dan kan ik die ene saus nog maken, wat ik zei. Ja, ik weet het, ik weet het. Ja, en dan moet je even dat pannetje even terug op de kast gaan zetten. En even heel zachtjes in de kast. Zet maar even hier. Ik had de romsaus. Dat is wel wat dunner. Wacht even. Moet ik een beetje maken. Ik kan dat even zo. Even hier erroeren. Zo. Het wordt de saus zo dun, hè? Ja, dan wordt het wat. Ja. Zo. En ik neem jullie gewoon mee met koken. Eten maken. Zo. Nou, die is goed. Dan doe ik dat hier even in. Ik schep dat zo eruit. En dan is dat in ieder geval al klaar. Ik kan dat even wachten, even dit omspoelen. Jippie! Nou, een beetje kaassaus maakt niks uit. Maar even dit pannetje even. Dus we hebben het wel nodig. Dat gewoon zo. Ik moet gewoon zo even een beetje schoonmaken. En zo kan het ook, hè? Ja. Nou, in ieder geval, dat is dat. Dan ga ik dat nog even maken. Even een beetje water. Genoeg. Zo. En dat ook af en toe eens kunnen roeren. Dat even hoog zetten. Dit ook. Voilà. Dan ruimen we dat strakjes even op. Kijk, en dan is dit de broccoli. Dat is allemaal klaar. En dan ga ik de champignonsaus maken.
Ja, we zijn dus de tussentijd met de was bezig. Kijk, ik weet niet of jullie iets kunnen zien. Joi. Nou, in ieder geval, dat ga ik even weer maken. Dus ik ga even verder. Kijk, en wie is daar? Rent die net weg. Chips. Hij zegt, wat is dat? Ik zeg, doe maar even roeren. Terwijl ik net de camera aan wil zetten, rent die gewoon weg. Ach ja, ik ga nog even verder. Dat is zo klaar. Zo, de champignonsaus is klaar. Kan ik wel even laten zien. Dan zet ik hem even... Oh. Even wat zachter. En dan kan ik die dadelijk over het bord heen gieten. Dus ja goed, het eten is in principe klaar. Ik dacht dat ik nog een... Ja, die heb ik ook nodig. Wacht. Kukko, één moment. Zo, dat laten we even hier staan. En dan kan ik inderdaad, want alles is nou toch klaar. Hopla. In het bordje en dan pak ik dadelijk een lepeltje. Dat voor de champignon. Even kijken, een mes. Voor het vlees. En dan ga ik het even op tafel zetten, alles. Zo, er staat nou niks meer op het gastenhuis. Dat gaan we even uitdoen. Linda is even drink aan pakken. Dan kan dat even weer afkoelen. En dan... En dan staat het heerlijk op tafel. Wij gaan heerlijk lekker eten. Onze heerlijke maaltijd. Pinkster maaltijd zullen we het noemen. Oh ja, het is trouwens Pinkster. Dus, Pinkster maaltijd. Is een keer wat anders, hè, Linda? Dus in ieder geval, wij gaan heerlijk lekker genieten van het eten. Dus in ieder geval, tot wat later. Zo, we zijn weer even een tijdje verder en we hebben heerlijk gegeten, hè Linda? Ja. Dus in ieder geval, wij gaan de boel hier even opruimen. Want we hebben ook nog een heerlijk toetje gehad, hè? Ik heb een lekker ijsje gehad en Linda heeft ook een waterijsje gehad. Dus, dus ja goed, dus in ieder geval, en daar is Daan. Was het leuk vanmiddag? Ja. Goed zo. Nou, ja. Wij gaan de boel even hier afruimen en dan spreken jullie wat later. Zo, we zijn weer even een tijdje verder. En kijk, de tafel is weer afgeruimd en weer schoongemaakt. Ja, mooie haar heb ik, hè. En ik heb het gas... gas van huis. Mooi, prima, geweldig. Uitstekend. De gootsteen schoongemaakt, de aanrecht weer helemaal mooi schoongemaakt. Inclusief het gas van huis. En ik heb al heel veel van het ontbijt al klaargezet. Het is alleen nog een mok van mij nog. Want die ligt nog in de vaat. Of die staat in de vaat. Weet ik het. Hoe je het ook mag noemen. Moet je allemaal zelf weten. Hartstikke leuk. Gezellig. Daar is Daan. En dan ga ik ook bij deze boven afsluiten. Dus laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zouden we hartstikke leuk en fijn vinden. En dan gaan we nu echt afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik het belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. En in ieder geval hartelijk dank voor het kijken naar deze vlog en al die andere vlogs. Ook de shorts. Dank jullie wel daarvoor. Voor het kijken. En voor de nieuwe abonnees wat er zijn bijgekomen. Dank jullie wel daarvoor. Dat jullie naar ons YouTube kanaal zijn gekomen. En hier staat nog een vlog van ons op. Van Arsen. Ik zou zeggen, zoek de verschillen. Ja, dus in ieder geval. En wat Linda altijd zegt. Blauwe duimpje aandrukken. Belletje aandrukken. Vergeet even niet te abonneren. En dan zien we ons morgen. In een gloednieuwe vlog. Namens ons drie allemaal. Dus in ieder geval. Een hele fijne. Mogen jullie zelf invullen. En hartelijk dank voor het kijken nogmaals. En dan zien we ons morgen.
nogmaals terug. Want het Pinksterweekend zit er helaas weer op voor ons. Morgen moeten we aan de slag. Alleen, ja goed, nog 4 dagjes werken en dan hebben we weer heerlijk weekend. Want er staat ook dadelijk volgend weekend ook wat leuks op programma. Dus, maar dat zien jullie dan wel weer. Dus voor nu zeg ik even tot wat later. Tot morgen. En dan ook even kijken morgen met werk. Want ik weet niet hoe of wat. Dus, maar dat zien we dan morgen wel weer. Dus in ieder geval hartelijk dank nogmaals. En de groeten aan jullie als kijker. Jippie. Doei. Ook namens Linda en Daan. Toedeloe.